Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 22 juni van Weerplaza. Een hoge drukgebied boven het zuiden van Scandinavië bepaalt voorlopig het weer in onze omgeving. Vandaag hebben we te maken met een zwakke tot matige wind vanuit het noordoosten. Halverwege de ochtend is het 13 tot 16 graden bij veel zonneschijn. En vanmiddag wordt het 21 graden in Den Helder tot 25 in Maastricht. En de zon die zien we de hele dag. Er zijn vanmiddag ook een paar stapelwolkjes. Vanavond is het rond een uur of 8, 16 tot 22 graden. En de wind zwakt geleidelijk aan af en draait naar het oosten. En vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wordt het door een oostelijke wind nog iets warmer dan vandaag. Ook op de stranden wordt het zomers met 25 tot 27 graden. In het oosten van het land kan het 29 graden worden. En dat bij veel zonneschijn. Ook volgende week zien we de zon vaak. Denk erom, de zon is krachtig, dus smeer goed in. Het wordt tropisch warm met op veel plaatsen 30 tot 36 graden. En als de weersverwachting uitkomt, is er sprake van een hittegolf. Mijn naam is Diana Boei van Weerplaza.